Hey, wat is goed? Mijn naam is Steven Vechter en vandaag gaan we het hebben over hoe jij moet zoenen. Zoals jullie weten ben ik de allerbeste in zoenen. En ja, natuurlijk wil iedereen altijd met me zoenen. Tuurlijk. Oké, jongens, ik ga jullie laten zien hoe je dus echt een chick kan zoenen. Let op. Hij is een slet. Hij loopt bij. Dit is een geheim. Ik ben vet goed in buikspreken. Kijk maar. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zorg er dan zeker voor dat jij dat doet. Dat kan hier beneden. Nee, toch niet. En kunnen we vandaag 1000 likes halen. Dat zou echt super zijn. Oké, zoals jullie weten ben ik de allerbeste in zoenen. Je kan helemaal niet zoenen. En wie ben jij die dat zegt? Oké, jongens, ik moet heel serieus zijn in deze video. En normaal kan ik dat niet, maar oké. Nummer 1. Wat je zeker niet moet doen tijdens het zoenen is... wat ik vroeger altijd deed, was... Ik was zo'n wasmachine. En dan niet een normale wasmachine. Nee, joh, ik was zo'n wasmachine wat gewoon een kapotte wasmachine. Weet je wel? Die zo dat geluid maakt zo... En dan echt zo dat een meisje denkt van... Wat doe jij? En ik zo... dat. Kijk maar, zo'n wasmachine was ik. En ik ben er trots op. Hashtag Steven de wasmachine met z'n allen. Nummer 2 is... Doe het heel sexy. Niet op deze manier, want dit is gewoon echt gewoon vies. What's your name? Emily. I'm Josh. Ik weet het, jij doet het altijd zo, daarom ben je het om te leren. Ik doe het nu in een voorbeeld dat ik bij een meisje doe, maar jullie kunnen gewoon de tekst eigenlijk omdraaien naar een jongen of naar weet ik veel wat je wil zoenen, opa, oma. Zullen wij vanavond even zoenen? Het staat helemaal nergens op, sorry. Oké, hoe je het moet doen is dus je moet niet zo, blond, helemaal, zeg dat, met je mond zo, zo gaan doen. Maar je moet gewoon heel rustig zijn. Ik weet dat het is echt heel spannend. Je moet niet dus zo doen. Nee, je moet, hoe ga ik dit ooit vertellen? Je moet dus gewoon, heel rustig. Oh, you touch me. Voor mij ziet het er heel dom uit. Gewoon meer met je tong doen en dan minder met je mond. Hey, dat was een goeie. Dat is een goeie, die ga ik onthouden. Nummer 3. Als je zoent, doe het dan niet zoals mij. Dus een wasmachine had ik ze net ook verteld. Maar doe het meer zo, wat ik zei. Dus eerst een beetje met je tong. Maar ga niet even ronddraaien. Maar ook een beetje spelen. Of een beetje likhang. Of... Ja, je moet dus gewoon een beetje afwisselen. Oké, ik ga het voordoen. Dit gaat er echt heel raar uitzien, dat weet ik. Maar oké, je gaat zo. En doe je zo. Snap je het? Oké, nummer 4 is... Pak niet altijd dezelfde, maar word net zoals mij de slet van het internet. Oké, ik had even niks meer en ik moest tot de 5 komen, dus sorry. Maar ja, word het slet van het internet. Nee, doe maar niet. Oké, en de allerlaatste voor de perfecte zoen. Om echt je vriendin, je vriendje, je... Ik wil waar je mee gaat zoenen, je kat. De avond van zijn leven te geven. Ga met al je gevoelens erop in. Dus echt gewoon, je ziet haar kijken en je gaat gewoon... Oké, vond je deze video net zo goed uitgelegd als mij? Zorg er dan zeker voor dat je liked en abonneert. Dat kan allemaal hier beneden. En zorg er dan ook zeker voor dat je mijn vorige video bekijkt. En dat is wat jongens denken over meisjes. Druk dan hier. En wil je nou dat ik meiden dingen ga proberen? Druk dan hier. Ben je nog benieuwd naar andere soort video's wat ik soms maak als ik zin heb? Kom dan even door mijn kanaal heen. En vergeet zeker niet de 1000 likes. En zie ik jou weer later bij deze nieuwe video.